Elke keer hebben we ook weer een band en we dachten vandaag, als we toch een graaf in ons midden hebben, dan moeten we ook een band hebben met een edelijke titel. En die titel is de band Marquise. Goedemiddag heren. Marquise, hoe komen jullie, hoe wisten jullie trouwens dat wij vandaag een graaf zouden hebben? Dat is toevallig, ja. Is dat toevallig? Maar dat jullie de naam Marquise gekozen hebben, is niet echt toevallig, nee. Ja. Voor mij klonk dat gewoon goed. En dat klonk goed. Een statement, ja. Kunnen we daarmee leven, meneer de graaf? Dat klonk goed. Dat klonk goed, zegt meneer. Maar graaf klinkt toch ook goed, hè? Maar kunnen we daarmee leven met Marquise? Is dat te doen? Ja. Heren, jullie studeren alle drie op PXL in Hasselt. Ja, dat klopt. Jij studeert piano of iets anders? Nee, ik studeer zang en songwriting. Ja. Zang en songwriting. Ja. En daar gaan we vanmiddag wat over horen. Want de nummers die jullie brengen, hebben jullie zelf geschreven? Ja, die heb ik zelf geschreven. Ja. En je collega die studeert gitaar? Geluidstechnieken. Geluidstechnieken. Ja. Jean-Marie, je hebt concurrentie vanmiddag. Geluidstechnieken. En toen dacht je van, kom, ik heb op zondag toch niks anders te doen, laat ik maar meekomen en gitaar gaan spelen. Voilà, ja. En jij studeert, ik durf het bijna niet meer te vragen. Drum, nou kijk. Derde keer goed, drum, ja. Wat studeer je daar? Hoe studeer je zang? Dat betekent dat je 's morgens binnenkomt en dan staat iemand die zegt, begin maar te zingen? Of, Ja, eigenlijk wel. Ja. Ja? Dat is heel veel zangtechniek. Ja. Maar dus wat ik tof vind aan PXL, is dat het ook echt songwriting is. Dus ja. Ook echt, en daar komen deze nummers uit? Sommige. Ja, wat voor soort genre is het wat jullie brengen? Ik vind dit heel eclectisch. Eclectisch. We zijn nu veranderd van rockband naar... Eclectisch. Ik heb de band Ernst, de jongens van de band Ernst, binnen zien komen. Eclectisch. Wat is eclectische muziek? Hele moeilijke muziek. Oeh. Als dat maar goed gaat komen. Het is de laatste Trudor Zondaggassen, dus als dat maar goed gaat komen. Eclectische muziek. En dat is? Het is van alles een beetje wat. Van alles een beetje wat. We zijn nu veranderd in van een rockband in een indieband. Een indieband? We zijn een indieband, ja. Wij gaan vandaag... veel bijleren, dames en heren. Een indie-band. En het eerste nummer wat jullie gaan brengen is getiteld... Corina. Niet Corona van het corona. Nee, Corina. Dames en heren, Marquise met Corina. Corina, I guess that's her name. She sells blue roses down memory lane. When you buy one, you'll never be just friends. You'll only have her for a couple of days. My friends say I'm growing weary again. But my mind says I gotta see her again. Without her, nothing will be the same. I dread the nightfall, I'm growing insane. Can it be undone? Well, you can break it when it bends. I have to find her, I'm sure there are ways. My friends say I'm growing weary again. Well, my mind says, boy, you better see her again.
My friends say I'm growing weary again. My mind says, boy, gotta see her again. Oh, my Corina, 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 Corina. Marquise.